De dierenarts gaat Tom even helpen. Tom die breekt heel de tent af met zijn testosteron hier. Stel, de beeld mislukt de volgende keer. Kan je het vandaag gaan de ballen er nog niet af? Ja, hij gaat nog wel afstand. Ja, maar stel dat het gebeurt niet. Ja, dan doen we het volgende keer. Wat gaat er gebeuren met Tom? Tom gaat aan het helpen. Ja, dan Tom laat helpen, hè. Stom. Tom, wat vind jij daarvan? Nou, hij vindt het nu nog heel erg leuk. Ah, nou, ik denk dat hij die dak al niet zo leuk vindt. Nee, hij ziet het al, zie je dat? Ah, een koud deurtje ervoor. Ja, Tom. Ga je, Riet. Een mooie roze kooi, hè? Ja. Ja, buitenspelen zijn nu ook klaar. Ja, met de echte dingen. Oh, nou, ik ga het wat worden. Ja? Ja, ik ga het weer nog met... Even naar de instrumenten maken. Ja, dit. Ja, je gaat weg. Ja. Ja. Ja, Tom wordt gecastreerd. En dan gaat Ivan door naar het werk. Stan die is vrij vandaag. Hij doet een orthodontist en hij hoeft maar een kort opvoedje naar school. Dus die gaat zijn orthodontist doen. En we zijn net terug van de andere kinderen naar school brengen. Die zijn trouwens morgen allemaal ook een dag vrij. Jij wil dat vast wel even afdrogen voor mij, hè? Nee. Nu toch vrij bent. Zit wel vol in één keer. Hè? Zit wel vol in één keer. Ja, dat snap ik als je het heel beetje ziet. Het is 2 juni. Zo. Overmorgen leidok. Ja, ook dat ja. 10:30 moet je bij de adsonsist zijn. Goed. Ik leg het even hier neer. Ben je tandenborstel? Want je hebt nog geen tandenpoetst, toch? Nee. Nee, precies. Nee, dat doet ze meteen, maar hoeft nu nog niet. Nou, ga ik even verder met de bak uitscheppen van Tom. En ik moet ze ook op tijd weg, want ik moet 10:00 in Gouda zijn met Eerling. Voor de spuitbroek. Te stellen, verstellen. Nee, want ik moet naar de instrumenten maken. Die gaat niet zeggen dat hij dan of niet af mag s'nachts. Oh. Nee, die zet hem beide. Ik denk ook niet dat hij hem beide zet, want volgens mij zit hij echt prima. Dus, maar goed, dat ga ik zo wel zien. Dus dan moet ik hier mij best wel terug. Dat is heen en weer rijden. Want dan moet je nu zijn, ik was altijd gelijk geholpen en ik sta echt met een kwartiertje buiten. Dus ik moet zeggen, ook even voor. En daarom kunnen we dus altijd de kinderen lekker thuis laten in bed, want die liggen nog te slapen. Want ze of Stan moet laat beginnen, of Quinten, volgens mij is Quinten ook thuis. En die heeft wel lopen huilen, dus ik heb toen een spintje weer ingedaan. Want die haar al, toen het wegging. Het spintje was dus kwijt volgens mij, dus dat half in het gordijn en half nog in het... Oh ja, ik had hem ook al een keer gegeven, dan spuug ze hem weer uit. Nou, ik ga door. Oh, hij is terug, schat. Ja. Hij is heel zielig in de auto. Oh echt, was hij daar ook zielig dan? Nee, hij zei dat het heel goed had gedaan. Nee. Maar hij is nu ook al rustig, maar ik denk dat hij gewoon een hekel heeft aan de auto rijden. Omdat ik toen hem ging ophalen, was ik al zo zielig. Ja. Zo weet je dat nog? Zal ik hem eruit laten? Ja, laat hem maar lekker eruit. Zielig is die. Ja, laat hem lekker eruit. Hij mag dus nu een klein beetje eten, een kwart van wat hij normaal gesproken zijn pakje krijgt. Ja. En hij mag gewoon drinken en morgen mag hij gewoon alles weer eten en drinken. Hij rent wel gelijk en rekt zich uit. Die heeft er wel aan zien. Gaat ze hem blijven zien. Ik heb al gezegd, we moeten hem wel echt even rust laten, de kinderen. Ja, ik heb de kinderen ook al gezegd. Ja. Alleen jij, ik moet echt op Sarah letten. Sarah snapt dat niet. Nee. Ja, het is heel lastig van kinderen. Ja, ik ga het er wel van uitleggen. Ik zou het daar even wakker maken. Ja, ik denk dat ik gewoon zie. Oh, echt zo? Ja. Jouw pa zit onder dan? Nee. Ik had gezegd dat die zure oren moest daar niet aan gedaan. Vervelend. Het zit ook helemaal jullie in. Ja, dat is een schuin koor van je. Dus,
Ik voel me niet heel erg super eigenlijk. Maar goed, ik was een beetje te vroeg. Okay. Dus ik heb me gelijk maar even een hemeltje gekocht. Oh ja, leuk. Gezellig, hè? We gaan gezellig samen zitten, buiten. Hè? Kom jij met drankjes aan en hapjes? Nou ja, als jij Stan de Bos gaat laten doen, dan komen er geen drankjes natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Nou, ik haal vanavond nog vanaf. Hebben we niks meer? Oh, ik heb nog een biertje. Sorry, ja. Maar goed, ik ga vanavond nog niet vissen, want ik wil even die... Hoe zeg ik? Vanavond wel vissen, ja. Ja, dat morgenavond een vlogje wel even afmaken. Ga vanavond even lekker vissen buiten, schat. Het is wel aardig weer. Ga vanavond even lekker buiten zitten, toch? Het is lekker lang licht nou, dus... Ja? Ja, die handen op echt zoals in de witwasstoel. Jij loopt toch naar Sarah, dus kun je dat even... Ja, is goed. Kun je handen komen. Ik vind het niet. Nog weer toefjes gehad? Is het dan gehaald. Lekker. Okay. En groenten bij. Hij had gelijk voor de familiezak klaar. Daar kunnen we het maar wel van maken. Ja, maar ik snap wel dat hij zich daar heeft vergist. Dat is zo'n klein zakje al, denk ik ook wel van, want het is het weinig. Ja, dat is ook zo. Dus. Doe de rest mogelijk op je brood. Vind je dat niet lekker? Bij is deze toch maar gehouden. Ja, dat vind ik slecht. Daar je gewoon echt de volle hoofdprijs voor. Dat vind ik echt slecht. Ik heb gewoon bijna een drie collega. Ja. Het is slecht hier, zeg ik. Waarom zijn ze zo rijk, hè? Nou, dan ga ik even verder met z'n eten. Oké. Goedemorgen, het is vandaag 7 juni. Wie is vandaag jarig? Nee, papa, je moet. Oh, ja, het is ochtendhumeur. Wie is vandaag jarig, jongens? Nee, mama, nee! Dat nee? Nee, nee. Wat dan? Nee, 7 juni is goed, hoor. Nee. Daar is ze wel. Nee, maar mama, maar jij bent toch niet op 7 juni jarig? Jawel. Ja, vandaag jarig, Jill, ga je eten. Nou, zullen we even zingen voor mama? Nee, maar papa, er waren 2 keer 5. Ja, dat is iets niet goed gegaan op de plek, Linda. Oh, goed. Ik was het wel een beetje zat, hoor. Wat heb je nou met die stoel gedaan? Nee, kijk, die witte stond daar. Ja, dat heb jij gisteren toch gedaan? Oh, dat, nou, ja, dus dat is mijn fout. Ja, dat heb je zelf gedaan. Ja. Ja, alsjeblieft. Gewoon lekker zitten hier, ja. Pap, waarom deed jij dat? Ik heb er bijna wel gezeten. Nou, onze kinderen zijn dus helemaal verslag om op de stoel verkeerd staan. Ja, ik weet het. We gaan er maar 1 keer 1000. Ja, morgen staat alles weer goed, ja. Sorry, mijn fout, ja. Jullie konden onze kinderen dus niet tegen. Ja. Doe nog even zingen voor mama. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Jullie wel? In de gloria. Hyperdepiep, hoera! Hyperdepiep, hoera! Wel gezellig meer gezongen, hè? Ja. Hier al af, even drinken. Maar weet jij nog dat we naar die slimefilm zijn geweest dan? Nee. Kan je dat niet meer herinneren in de bioscoop? Ik weet wel dat we naar de bioscoop waren geweest volgende keer. Ja, toen was het Berenbotje met die boot zeker? Ja. Ja, jij bent ook naar die slimefilm geweest, want het was midden in coronatijd. Toen waren de bioscoop heel even open. Dat weet ik niet. Nee, het was je nog te klein, denk ik. Het was je nummer 2. Maar goed, dan mogen we dus nog een keer heen. Superleuk. Big Bibi. De derde keer. Ja, nog een derde keer naar filmpremière, ja. Het was superleuk. Nou, Linda komt zo thuis, die is even met Anne naar de zwemles geweest. Linda is vandaag jarig en Linda wil op padje zitten. Nou, dan gaan we dat doen. Julia, ik had nog 2 bestellingen binnen gehad. Maar we moeten even rustig aan doen, want dan word je een beetje te veel of niet? Nee. Hè? Nee. Ja, nee, zegt ze. Niet als. Hè? Ik word niet te veel. Wat zeg je? Ik word niet te veel. Nee, voor jou niet, nee. Ik zie stellen heel de geld. Nee, maar dit is continu vandaag is. Wat zeg jij? Ik heb continu. Heb je mijn arm al gezien? Nee. Cool. Dikke kras erop. Was dat door een hele scherpe mesje? Nee, ik reed zo'n karretje rond, maar ik ben met mijn dikke buik tegen de motorrem aangekomen en toen klapte ik voorover met het karretje.
Dat heeft mijn arm geschaad. Oh, met die hoge of de lage? Die lage. Oh. Heb je geen bloed? Nee, ik heb geen bloed, nee. Wel een schaafje. Een beetje blauwe plek is het, maar dat geeft niks. Ja. Jul, maar wanneer zijn die armbandjes dan af die je zeg maar, vandaag ga ik ze opsturen? Nou, mama zei, jij moest vragen wat voor lijm ik daar moest bij gebruiken. Zeg maar, om die knoopjes los te maken. Ja, geen idee. Ja. De winkels, dat moet, moet ik straks vanavond even mijn zus bellen? Ja, doe maar. Ja, oké. Okay. Maar ik zei al, je moet voor die knoopjes even naar mijn zus gaan eigenlijk. Ja. Ja, Olaf, je wil op de camera. Wil je gekke bekken trekken? Doe maar even. Gaan we gekke bekken trekken, hè? Nou, doen we gekke bekken trekken. Goed zo. Ja? Goed zo. Doe mooi spelen, schat. Kijk. Kijk, zie je het? Nee, waar zie je het? Is het gelukt zo of niet? Nee? Hoezo niet? Ik kan het niet vinden. Ook niet hier. Dat is nou dicht zeker. Hier naar het huis. Ja. Wat zeg je? Ben je nog steeds aan het filmen? Ja, ja, ja. Mijn broer staat heel voor de deur. Hij zei ja. Zo, wat is je gewoon nou dan? Weer ja. Waar zet je hem anders neer dan? Huh? Waar zet je hem anders neer dan? Ik kan hem anders neer. Ja, normaal gesproken. Oh jee. Oh jee. Ik zag waar Anne. Bij Anne. Ja, ik zag het ja. Anne. Hé, hey, we hebben een uitnodiging voor de filmpremière. We gaan weer naar de bioscoop. Ja, de slijmfilm. Nee, slijmfilm deel 2. Oh echt? Ja. Heel weet je wie de deur dicht, Anne. Hé, hey, en weet je wie er in de hoofdrol speelt? Ja. Jolanteke boven Kasbergen. En weet je wie er aanwezig is tijdens de filmpremière? Jolanteke boven Kasbergen. Nou, het is volgens mij niet mijn feestje, het is jouw feestje vandaag. Ik weet het niet, ken je Jolante niet. En kunnen wij die dag? Dat is de jullie, ja, we kunnen strijden. Sowieso. Gefeliciteerd. Dankjewel, lieverd. 42 alweer. Ja, schrijf dat er dan weer even in, hè? Gefeliciteerd, ja. Mama. Lekker rijkel. Kijk van. Dankjewel, schat. Ja, ik zit even te wachten, nee, wie is nog snack hier wel? Oh. Oké, okay, nou ja, ik had het wel op mijn telefoon gekeken. Nee, ik denk, wacht wel even. Weer 1 of 2 snacks. Dat is ingegaap, hè? 1 of 2 snacks. We gaan maar even naar binnen of de deur weer dicht klopt. Ja. Het is echt veel te klein voor mij. Ik krijg het slap lang. De kindermaker is geld. Nee, dat ken ik niet. Die is toch te klein voor Stan? Ja, dat denk ik. Wat heb je besteld? Ik zat er heel erg in. Wat voor maat is het op? Ik veel. Er staat het op zo. Ik dacht dat ik een L had besteld. L? Je mag gewoon XL hebben jij hoor. Nee, je mond joh, met je XL. Ja, Vincent bestelt ik heb al XL. Ook van je lengte. 176. Dat is een kindermaat. Echt? Ik heb een L besteld. Wat zeg je tegen mij? Nou. Wat zeg jij? Bestellingsfout gegaan denk ik. Ja. Wat wil je? Is het de enige wat erin zit? Nee. Er zit er nog één in. Twee shirts. Oh, komt dat wel de goede maat is. Nee, ook hetzelfde. Echt? Allemaal 176? Ja. Nou, ik kan allemaal terug. Heb jij bij de kindermaat... Nee. Ik heb gewoon maat L aangegeven. Ja, maar soms heb je in de kindermaat ook L. Vooral van die merkkleding. Niet weer. Wat? Je land, hè? Oh, god. Zonde dit. Ja, zonde, hè? Oh, dat is wel vervelend zo. Ik ga eens terugsturen. Zonde, ja. Nou, ik ga even een taxi bestellen, ja? Wat wil je doen, dan? Deze, hè? Bestellen. Ja. Maar dan moet je wel in de bijkeuken blijven. Ga je niet boomkamer doen. Het kan zijn, Sam, dat kindermaten werken soms ook vooral van merkkleding met maat L en M. En dat is heel duidelijk. Serieus? Ja. Dat wist ik ook niet, hoor. Ja. Vooral van merkkleding. Goed, wat? Niet doen. Ja, je mag gewoon schieten. Hij mag hier schieten. Ja, we moeten niet schieten. En niet op de benen schieten. Waarom nou hier? Mijn wasmachine staat aan. Zo, hier schiet hij daar weer boven op. Nee, balletjes gebeurt niks meer. Nou, wij gaan weer kijken. Het zijn geen pijlen, het zijn balletjes. Balletjes? Oh, dat zijn de pijltjes. Ja, die knalden er best laat uit. Ja. Ik ga niet aan mijn wasmachine draaien, hè, Olaf? Nee, je gaat niet Olaf? Niet doen, hè? Nee, doet hij niet. Kom maar. Wil je alleen kaas van je naald of zal ik krijgen ook een kroket? Ja, dat gaat.
Krekkenboom of kalf? Zo'n kalf? Geen gewone kroket, dat vind ik niet. Nee, krekkenboom. Oh ja, sorry, ik hoor gewoon heel slecht aardig van hier bij mijn huis. Maar ik hoef niet. Nou, Quinten, thuis of niet? Nee, die is aan het werk. Die is aan het werk, oké. Nou, ga ik even bestellen. Ja, Sarah? Olaf? We gaan even zingen. Nog eens waren jullie al een beetje. Nou. 1, 2, 3. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Erg joh. Word je niet gegund, Linda? Ja, ik heb ook echt niet gegund. Linda, word je niet gegund? Nee. Ik ben vanavond altijd nog te proberen. Ik iedereen zingt en taarten maakt en, ja. En eten maakt wat iedereen lekker vindt. Maar ja, ik dan, het dan doe ik vanavond een serenade voor jou alleen. Ja? Maar die houdt mag ik ook niet zingen. Hé? Wat zeg je nou? Mama, je cadeautje krijg je wel een lange tijd. Ga maar even achter aan tafel. Ja. Ja. Mijn neus gaat er. Ja, doe maar niet. Ja, ik kan lachen, maar ik zie je volgende week allemaal op YouTube. Nee! Nou, het is vandaag 21 juni en morgen is het anniejarig. Dus gewoon vanavond even, of Linda gaat van even taart maken. En ze gaat wat tractaties maken. Ze heeft van die muffins gekocht. En dan doet ze een beetje witte topping op. Superleuk sterretjes. Hartstikke leuk. Ik denk dat de kinderen het wel lekker vinden. Dus voor de leraren nog een lekker stroopwafel. Nou, hier is alvast een gedeelte van haar cadeautje binnen. We hebben een nieuwe tablet voor haar gekocht. Samsung A7. Een mini. Hier is Olaf ook. Dat valt eigenlijk prima. Ze zijn helemaal niet zo duur. 125 euro of zo. Dus dat is wel goed te doen. Nou, we hopen weer wat vaker te vloggen. En, we zien het wel. Nou, is Eden. Eden is heel moe. Draai met haar ogen. Ze valt buiten slaap. Iedereen drinkt een flesje. Ik ben daar een beetje aan het oefenen met flesjes. We gaan af en toe ook een avondje weg natuurlijk. Dus we kunnen ook eens wat langer weg. Het is al bijna 6 maanden. Dus het is mooi geweest. Wat? Zeg ik dat ze bijna 6 maanden fulltime borstvoeding hebt gegeven. Ja, dat doet ze gewoon steeds. Eén flesje nou. Flesje erbij. Of een fruithapje. Dat is toch 6 maanden? Ja, dus dat mag niet. Ze draait helemaal niet aan. Eden is ook een beetje ziek geweest, hè? Ja. Allemaal weer. Behalve Olaf niet, hè? Nou, Olaf is pas nog ziek geweest, toch? Ja, ze wisselen elkaar allemaal af. Een beetje het griepseizoen hier in huis. En hij is ook niet gezellig, dus... Nee, Olaf is niet gezellig. Olaf is heel hard aan vakantie toe. We rennen op de camping. Ja? Wij ook, wij zijn ook hard op vakantie. Man, ja, ik ben wel op vakantie. Nee, ik zeg niks. Ik ben wel op vakantie toe. Ik ben een snee uitgedeeld gekregen op Instagram. Dus, oh, wat dan? Maar ik moest stoppen met zeiken en stoppen met baren. Dat heeft helemaal niks met het aantal kinderen te maken. Er zijn ook zat moeders met 2 kinderen die het af en toe helemaal spuugzat zijn. Wat een bullshit. Stay with me. Leuk liedje trouwens, hè. Beautiful girl, stay with me. Nou ja. Knapste man ever. Hé, dat ben ik toch? Nee, die zanger van NX6 die niet meer leert Michael Hutchins, dat vind ik zo'n knappe vent. Dat snap ik wel. Maar zijn die lange lokken dan? Ja, toen ik 27 was, zag ik ook wel beter uit dan dat nu. Dat zeg je altijd, dat is toch zo?
Was je slank, gespierd, nou ja, sterk? In ieder geval wel slanker dan nu, ja. Die versie van Ivan heb ik nog nooit gezien. Nee, toen jij zag mij toen niet staan in die circus tent. Toen ging met een ander vandoor. Maar goed. Goedemorgen, lieve allemaal. Nou, jullie zien het weer goed. De vlaggetjes hangen weer. Die hebben we gisteravond weer opgehangen. Althans, Ivan. Een stralende blauwe lucht. Ik heb ook al lekker de puidel open gedaan, want Tom gaat gewoon de tuin in. Dan gaat ze eigenlijk nooit weg. Dus ik heb lekker de achtertuin is afgesloten. Ik had hier even een beetje lucht in, want de ziektekiemen zijn nog steeds niet verdwenen uit huizenkraam. Ik heb de hele nacht op de wc gezeten en voel me echt niet goed. En Sarah die heeft heel hoog koorts. En nou kwam Olaf net met koorts weer uit bed. Nou, ik was er een beetje moedeloos van. Maar goed, niet te veel zeggen, want het is vandaag 22 juni. En dat is de dag dat Anna is geboren. Het is ook de dag dat mijn vader is geboren. Mijn vader is ook jarig vandaag. En we vieren het verder nu niet. Dat doen we eigenlijk altijd één keer per jaar met alle kinderen. Maar goed, ik heb wel taartjes klaargezet. De kinderen ontbijten hier altijd lekker met taart. Ik niet. Maar de kinderen wel. Ja, en er staan er maar drie, want Olaf is ziek. En Quinten voelde zich trouwens gisteren ook niet lekker. En die gaat, ja, die komt vaak later uit bed. Sam is al aan het werk en Ivan is ook al weg, die van het taartje gaat. Dus, hier liggen de tassen klaar. Die ga ik even inpakken met de schoolspullen. Het is woensdag, dus we hebben die korte dag. Ik zit eigenlijk de avond ervoor en alles al klaar. Dat is nu alleen maar het drinken. En van Stan een broodrol. Want Stan die moet wel gewoon een hele dag naar school. Die zit natuurlijk op het voortgezet onderwijs. Dus ja. En Anna krijgt vandaag hopelijk haar grote cadeau binnen. Maar omdat het er nog niet is, heb ik toch even twee kleine cadeautjes gehaald. Zodat ze... Zo ook wat heeft uit te pakken. En houdt echt van kleine vreubeldingetjes. Dus, nou, ik probeer het straks nog even te filmen. Al zal ik niet heel veel tijd hebben, dus... maar ik ga mijn best doen. We zullen eerst even een liedje zingen voor deze dame. Nee. Er is een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij. Wij vinden het allen zo prettig, ja, ja, en daarom zingen wij blij. Zij leven lang, hoera, hoera, zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, de piep, de piep. Nou,
dus Sip, je hebt hier leuke cadeaus al gekregen. Oh, ja. En je krijgt hier alle cadeaus te krijgen. Nee, deze heb ik straks. Ik ga straks even kijken. Gaan we eerst maar even kijken. Ja, vind je ze mooi? Ja, lekker even taart eten. Kom maar, ik doe jou even dit aan, want die piano thuis echt vandaag te warm, want het was heel warm. Jij blijft gewoon thuis, want ja, Olaf is ziek, hè? Ik laat wel een tractatie. Hij heeft een hele vieze neus, dus dat gaan we zo ook even schoonmaken. Nou, kijk eens even naar Anne's mooie verjaardagsmuts. Die heeft haar juf gemaakt. Anne mocht haar wensen doorgeven. Er moesten heel veel baby's opstaan. Een mooie lange sliertje. Ballonnen. En het is helemaal gelukt. Prachtig. En dan heeft ze wat kaartjes gekregen. Ja, en hoe is de dag verder hier? Het is prachtig weer, maar ja, het zwembad hangt over de schutting. Want ja, daar hebben we een schutje. Ik ben ziek. Ja, je bent ziek. En hier hebben we de jarig Jet. Ik ben boven... 5. Je bent 4. Nee, en boven ligt er ook nog twee ziek in bed. Dus ik heb eigenlijk een mooie beetje vol. Dat vind ik wel zielig voor Anna. Maar ik kan daar ook niets aan doen. Lekker heb je al een lekker taartje gehad en een lekker ijsje. En ik heb mooie tractaties gemaakt. En dan ga ik beginnen met jouw avondeten. En dat is natuurlijk spaghetti. Ja. En ik heb ook nog een pot met een haarband of zo. Ik ben aan de kachel. Olaf is irritant. Nee! Wat was die irritant? Als Olaf ziek is, is die niet echt super, super gezellig. Hé, Olaf? Ja. Geef niet, hè, jongen. We zijn wel wat gewend voor jou. Nou, ja. En ik was een beetje toeledokisch van die vogel. Hoe heet hij het alweer? Even kijken. Wat kijk jij? Deze. Wat staat daar? Emily. Emily. Hummingbird, dat is ook Engels, hè? Hummingbird. Ja, nou, dan ga ik lekker beginnen met het avondeten. Dan kan ik een beetje lekker opprottelen, hè? Je hoeft heel veel groente te snijden. Nee. Wacht, Anne wil dat. Ja, sluit de bel. Nou, geef je neus, sluit wel. Ik heb lekker neuspray gedaan, hè, dat werkt. Dan komen de snottebellen eruit. Ja. Dat was een beetje het idee. Vind ik niet leuk. Dat is nog steeds. Zelfs pikt hij jou dan in je vingers. Nee. Kijk, dat staat voor. Oh, zo. Ja, je hebt nog wat te sparen. Maar goed, het is wel prachtig weer. Anne zal het niet zo de nauwe. Dat ze niet in het zwembad kan zitten. Want Anne die, vindt het allemaal wel prima. De bas hangt wel lekker buiten. Strak blauwe lucht. Binnen is het ook lekker koel nou. Het is goed zo. Hé? Oh, ik ben wat ook is niet helemaal fit. Maar dan heeft het wasmiddel niet gezet. Ja. Nou, ik ga met jou eerst beginnen, Anne. Yeah.